Dames en heren, leuk dat u kijkt naar Voorbeeld Allochtoon. We zijn hier vandaag op Utrecht Centraal bij Seeds to Meet. De meest innovatieve locatie als het gaat om meeten. Wij hebben zometeen afspraak met Huda Helmdoui, eigenaresse en oprichter van Huda Magazine. Komt u mee? Huda, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen bij het begin. Wie ben jij precies? Ik ben Huda Helmdoui en 38 jaar, woon in Utrecht. Van Marokkaanse afkomst en ik ben vorig jaar augustus een eigen fashion en lifestyle magazine begonnen. Oké. Waar ben je opgegroeid? Waar ben je jeugd? Ja, ik ben in Marokko geboren en ik was 5 jaar toen ik naar Nederland kwam, naar Veenendaal. En daar heb ik de meeste tijd gewoond, dus sinds 2003 woon ik in Utrecht. Ik heb nog een jaartje in Leeuwarden gewoond en in Enschede, maar uiteindelijk terug naar de centraal Nederland en Utrecht is makkelijk en een mooie stad. Ja, dat is absoluut waar. Ben je in je jeugd ben je ook gepest vanwege je afkomst, omdat je op je 5e naar Nederland kon verhuizen? Nee, het was denk ik in die tijd niet echt zo dat je buitenlanders pesten. En verder ben ik veel te mondig om gepest te worden. Oké, dus je had je woordje wel klaar en dan mocht je wat zeggen. Ja, ik herinner me nog wel dat er een jongen in de klas en die zei dat ik Hamdoui heet, Hamlap, en dan sloeg ik hem gewoon en zei hij niet nog een keer. Nee, dat zou ik ook inderdaad wel laten. Je vader is overleden voordat je begon met de Huda Magazine. Waaraan is hij overleden? Hij heeft prostaatkanker. Okay. En op een gegeven moment is hij gaan dementeren. Dus hij heeft ook eigenlijk helemaal niet meegekregen wat ik aan het doen was. Maar ik heb wel heel veel tijd met hem doorgebracht, doordat ik voor mezelf was begonnen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, dat snap ik. En hoe ben je ermee omgegaan dat je vader overleed? Heeft je dat gestimuleerd om verder te gaan, om juist recht extra krachtig te zetten? Nou, het was eigenlijk wel een aangename afleiding om met Huda Magazine bezig te zijn tijdens het rouwproces. Maar het is nog geen jaar geleden, dus eigenlijk gaat het rouwen nog wel door. En dit jaar is echt alles voor het eerst. Ik ben vorige week jarig geweest, dan is het mijn eerste verjaardag zonder mijn vader. Oud en nieuw, eerste zonder mijn vader. Dus dat gaat nog, verwacht ik, een jaar door tot 7 juli, zijn sterfdag. 7 juni, sorry. En dan, dan gaat dat nog steeds wel, je denkt eraan. Maar hij had zo'n pijn en hij was niet meer zichzelf, dat ik daar wel vrede mee heb dat hij weg is. Oké. Okay. Ja. En de Huda Magazine, je hebt het al genoemd. En hoe ben je op het idee gekomen om een eigen magazine te starten? Wat was daar de aanleiding van? Ja, nou, heel concreet is dat ik mijn baan verloor. Heel typisch, omdat mijn vader eigenlijk ziek was en ze niet vertrouwden dat ik nog goed zou functioneren. Dus toen zat ik zonder baan en toen dacht ik, nou, dan ga ik even iets voor mezelf beginnen. En ik ben gek op tijdschriften. En ik had het idee om iets met een boek te doen, een stylingboek of zo. En toen dacht ik, nee, het moet een tijdschrift worden. Want één, die bestaat er nog niet, een tijdschrift waarin je jezelf als Marokkaanse herkent. En twee, om ook een positief geluid te laten horen uit Marokkaanse hoek. Okay. En niet alleen maar negativiteit als het om Marokkanen gaat. Je bent ontslagen omdat jouw vader is overleden, wat zeg je? Ja, het contract is niet verlengd, maar het voelt als ontslag. En voelt dat dan ook aan dat je gediscrimineerd werd of voelde je dat niet zo? Nee, het voelt meer als een soort jaloezie en geen kennis over mijn kunnen. Oké, want hoe lang werkte je bij dat bedrijf? 2 jaar. Oké. Ja. Huda Magazine heb je hier in Nederland opgestart omdat je hier uiteraard woont. Ja. Had je ook eraan gedacht om naar Marokko te gaan om het daar juist te starten? Nee, want er zijn daar wel andere leuke magazines waarin de mensen die daar wonen zich wel in herkennen. Maar hier is het er juist niet en het is ook echt specifiek voor Marokkaanse meiden die in Nederland wonen. Ik zit er wel aan te denken als het ooit gaat groeien om bijvoorbeeld wel zoiets ook in Duitsland of zo, want daar is ook wel behoefte aan. Ik heb ook lezers uit Duitsland, dus daar zou het wel iets voor kunnen zijn. Ik weet dat er in Frankrijk ook zoiets is, maar op dit moment is het echt Nederland en Vlaams-België. Oké, dat is op dit moment waar jij waar ik me opricht, ja. En overigens is het niet alleen voor de Marokkaanse meiden, want het is eigenlijk voor iedereen die wel geïnteresseerd is in de Marokkaanse cultuur. Oké.
En op weg naar het magazine, naar het opstart van Huda Magazine, wat waren de tegenslagen naast de overlijden van je vader? De tegenslagen, ja, die zijn er nog steeds wel. Het is natuurlijk het geld wat binnen moet komen, advertenties, dat loopt gewoon niet zo storm. En het tweede is toch wel de acceptatie eigenlijk van Nederlandse distributie. Dat gebeurt ook niet. Zij geloven daar niet echt in dat het blad een succes zou gaan worden. En dat is het voor mij al wel een klein beetje. En dat gaat hopelijk alleen maar nog groter worden. Dus dat zijn wel een beetje tegenslagen. Oké, want Huda Magazine dat loopt nu, maar loopt het ook zo goed dat je ook echt rond van kan komen? Nee, nog niet. De eerste 2 jaar is het vooral heel veel investeren door mij en door allerlei professionals die zich vrijwillig voor mij inzetten. Dus dat geloofde ik ook niet, dat ik daar rond van zou komen. Maar ik kan het wel bekostigen om het te drukken. Ja. Van de verkoop en de advertenties en hopelijk ook sponsoren. Dus dat wel, maar zelf rond van komen, dat gaat nog niet. Oké, dus er zit echt een passie achter dat je met dit blog bent begonnen? Zeker. Oké, en die passie die komt vooral uit het feit dat je Marokkaan bent? Of van origine? Ja, voor een deel komt ook een beetje uit mijn trots. Dat ik een soort Marokkaans trots heb, maar het komt ook gewoon door mijn karakter natuurlijk. Dat ik, als ik ergens voor ga, dan ga ik daar ook echt goed voor. Oké. En het beeld hier van de Marokkaanse vrouw in Nederland, wat vind je daarvan? Hoe worden Nederlandse Marokkaanse vrouwen neergezet? Nou, ik vind sowieso dat de Marokkaanse vrouwen niet zoveel in beeld zijn in de media. Zowel op tv als radio, als kranten en tijdschriften. En als er iets over Marokkaan in het algemeen is dat voornamelijk negatief. En dat probeer ik eigenlijk te veranderen en een podium te bieden voor al die positieve dingen die Marokkanen doen. En in een interview vertelde jij ook dat jij Nederland zo wit ziet. Wat bedoelde je daar precies mee? Ja, ik heb het altijd over wit en gekleurd, omdat ik vind dat de media heel erg wit is. En dat daar wel wat meer kleur in mag komen. En dat hoeft niet alleen maar Marokkaans te zijn, maar Marokkanen zijn wel een grote groep in Nederland. Dus dan vind ik dat er ook eigenlijk wat meer Marokkanen moeten zijn. Een soort positieve discriminatie. En dat gebeurt natuurlijk wel een beetje, zoals bij het Jeugdjournaal heb je Marokkaanse presentatrice, Marokkaans-Nederlandse Siham. Daar hebben we ook een interview van in het derde nummer van Huda. Dus er is wel wat, maar het mag wel wat meer benadrukt worden. Dus je vindt dat er te weinig buiten ons, om het zo maar even te noemen, op televisie komen in Nederland? Ja. En waar zou dat dan liggen? Dan zou dat puur aan de Nederlandse bevolking liggen dat zij dat niet accepteren of aan iets anders? Nou, een Nederlands medialand denk ik ook. Want dat heb ik nu zelf ook ervaren hoe dat gaat. Dat je eigenlijk dubbel zo hard je best moet doen om te bewijzen dat je het wel kan. Oké, en dat is dus een soort van discriminatie als je extra je best moet doen? Ja, een beetje wel, ja. Oké. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen Nederland en Marokko? Tussen Nederland en Marokko, even denken. Nou, dat het allebei wel ontzettend diverse landen zijn. Waar mensen echt ook wel trots zijn dat ze er mogen wonen. Het is allemaal... het is gezellig, het is een mooi land. Ja, dat zijn de overeenkomsten. En verder zijn er ook wel verschillen, maar die hoeven niet per se negatief te zijn. Die vullen elkaar juist wel aan. Oké, maar zijn er ook negatieve aspecten dan hier in Nederland, waar jij als Marokkaanse vrouw tegenaan loopt? Ja, zeker, maar die zijn er ook in Marokko. Dus, noem eens voorbeelden. Vind ik heel moeilijk, maar ik weet van heel veel Marokkanen, bijvoorbeeld hier in Nederland, die voelen zich heel erg Marokkaans. Dat heb ik zelf ook. En dan ben je in Marokko en dan denk je, ik ben toch wel heel erg Nederlands. Dus dat er toch weer bepaalde dingen zijn die je niet zo bevallen daar, of dat je er toch niet helemaal thuis voelt. Dus dat je tussen wal en schip valt, zeg maar. Dat is de negatieve aspect. Ik probeer het positief te zien en het beste van beide landen te plukken. Oké. En hoe denk je dat de Nederlandse bevolking kan helpen met de integratie van Marokkanen hier in Nederland? Ik denk door open te staan en interesse te tonen. En dat is ook wat ik een beetje probeer te doen. Daarom zei ik van het hoeft niet alleen voor Marokkanen te zijn, het kan ook voor Nederlands. En dat merk ik ook aan de lezers waar ik reacties van krijg. Die zeggen dan van, dat wist ik helemaal niet, wat leuk om dat te leren kennen. En ik geloof daar heilig in dat als mensen hun buren, zeg maar, beter leren kennen, dat ze dan
dat ze daar ook veel meer begrip voor hebben. Een beetje van wat de boer niet kent, dat lust hij niet, zeg maar. Dat idee. Ja, duidelijk. En waar hoop jij met Huda Magazine te staan over 5 jaar? Over 5 jaar hoop ik dat het, het gewoon echt een Nederlands blad is. Dus dat het overal verkrijgbaar is en dat er een grote groep meiden is die het koopt. En wellicht dat we dan misschien denken aan internationaal te gaan, buiten België om. Want als ik Huda Magazine wil kopen, waar kan ik het nu krijgen? Je kan het online kopen bij Macvilla. En dan kan je hem gewoon bestellen, ook de oude nummers. Abonnementen kan je via onze blog, dit is huda.nl, bestellen. En we hebben op dit moment 34 verkooppunten in Nederland en België. En die staan ook allemaal genoteerd op onze blog. Okay. Maar ja, hopelijk worden dat er meer en kan je hem eigenlijk overal krijgen. Dat is een beetje wel het streven. Dat is wel het doel natuurlijk. Ja. Oké, dan heb ik ook nog een aantal stellingen voor je waar je op mag reageren. O jee. Ik zal ze één voor één opnoemen en dan ja? Hoor je het wel. Rijk zonder Huda Magazine of arm met een goed gelezen Huda Magazine? Het tweede. Arm met een goed gelezen. Dat is een beetje wat nu eigenlijk het geval is, maar... Oké. Dus wel toch dat het goed gelezen wordt. Ik ga ervoor dat het gewoon een succes wordt. Kijk, en uiteindelijk, als het na een paar jaar blijkt dat het niet zo is, dan moet ik ermee stoppen. Maar blij zal ik er niet om zijn, maar wel trots dat ik het geprobeerd heb. Ja. Ik wil herinnerd worden als Nederlander of ik wil herinnerd worden als Marokkaanse? Die vind ik moeilijk, want ik vind mezelf echt beide. Ik noem mezelf een Marokkaanse Nederlander. Oké, Marokkaanse Nederlander? Ja. Geen Nederlandse Marokkaan? Nee, ik heb een Nederlandse paspoort, ik woon in Nederland, maar ik ben een Marokkaanse Nederlander op eerste gezicht. Ziet men niet dat ik een Nederlander ben. Hard werken of slim werken? Op dit moment ben ik hard aan het werk en ik denk dat ik meer naar slim werken moet. Als allochtoon moet je je aanpassen of als allochtoon mag jij je eigen identiteit behouden? Daar ga ik niet op reageren, want ik hou niet van het woord allochtoon. Okay. Ik ben ook geen allochtoon. Ik ben een Marokkaanse Nederlander. Oké, nou, als een Marokkaanse Nederlander hier komt te wonen, moet hij zich aanpassen aan de regels hier of mag hij zijn identiteit behouden? Je moet in alle tijden je eigen identiteit behouden, maar dat neemt niet weg dat je niet bepaalde dingen kan aannemen en kan leren. Maar het is niet de bedoeling dat je een Nederlander wordt, want daar bereikt Nederland niks mee en dan bereik je zelf niks mee. Nee, oké. Ik ga voor het hoogste of ik heb genoeg bereikt? Ik ga voor het hoogste. En bij een tegenslag dan? Dan ga ik door. Dan pak ik mezelf op en dan ga ik weer door. Oké. Nou, en als laatste, als afsluiter, welke tip heb jij voor de kijkers om ook zo ver te geraken als jij nu al bent? Nou, iets doen waar je echt achter staat. Dat met passie doen en echt dat het uit je hart komt. En een Marokkaanse spreekwoord die mijn moeder altijd gebruikt. In elke struikel zit iets goeds. Dus als er een keer iets niet doorgaat, dan zal dat een goede reden hebben. Dus zie het niet als iets negatiefs, maar als positiefs. En ga dan gewoon weer verder. Oké, nou heel mooi. Dat zijn mooie laatste woorden. Huda, dankjewel. Dankjewel dat je hier wou komen voor het interview. En voor de kijkers thuis, leuk dat u hebt gekeken en mocht u geïnteresseerd zijn in het blad. Huda Magazine is te verkrijgen op www.hudamagazine.nl.